Een beetje het slachtoffer, zullen we maar zeggen, van dat gelijke spel. En van die own goal, al kan je hem heel moeilijk iets aanwrijven wat de goal zelf betreft, maar toch. Kijk, Atletico Madrid. Overlap, dat wel van Mata, maar dan zie je iedere keer een van die drie centrale middenvelders die goed naar de flank in steun gaat. Odoi er goed tussen, dubbel paas. Odoi, ja, die geeft die bal goed al lang gaat trappen. Hè. Ja, trapt hem in het zijnet, zullen we maar zeggen. Ja, maar toch wel goed gedaan hoor, Van Brugge via dat... Dat zijn al kansen. Ja, goed opgelet van Odoi voor zijn man gekomen. En dan de combinatie gezocht, uiteindelijk dat steekballetje voor Lang, die wint dat duel. En wordt een beetje naar buiten geduwd. Het is Schmidt die er nog bij zit met de handen. We gaan hier misschien beeld kunnen zien of de bal tussen de paal was beland. Maar het is Schmidt alleen staat en dat hij ook die tweede bal eventueel kan afleggen. Schuurt Hayashi weg. Hayashi snel tegen Silla. Hij gaat trappen. Oeh, ja, ja. Dit is echt een kans. Daar rekenen ze op. Dit de counter, ja, de omschakeling. Dit is echt wat Sint-Truiden wil. De afwerking van een mindere allooi, maar dat is echt hetgeen Sint-Truiden zoekt. Maar hij heeft wel echt alle moeite van de wereld, hè? Ja, maar Silla is ook sterk natuurlijk in die man-tegen-man situaties. Kan gebruik maken van zijn kracht. Maar als de snelheid moest hij wel afleggen. Als het op aankomt op het gelijke moment vertrekken, dan heeft Silla een probleem. Daar komt Buchanan ook snel. Buchanan. Het gaat nu snel over een weer. Een own goal. Own goal, ja, ja. Wolke Janssens moet het zijn. Dat is zelf afgewerkt. En het staat 0 tegen 1. De voorzet was uitstekend. Onder druk, hè. Een voorzet laag over de grond. Pech voor de gewezen aanvaller. Goed gespeeld in één tijd ook van Aken. Ja, natuurlijk als je hem doorlaat staat... Gewoon, ja, pech en verkeerd geraakt. Maar je weet, hè, Wolke Janssen weet dat Jaremchuk daar staat. Dus... Hij probeert hem met rechts en hij komt tegen zijn linkerbeen en binnen. Technisch foutje toch ook, hè? Ja. Jammer voor Wolke. Maar voor de wedstrijd een goede zaak, want dat betekent nu dat Sint-Truiden toch wel uit een ander vaatje zal moeten tappen. Hè. Gooit daar weer met zijn maatje. Hij heeft een goede beweging. Tussendoor steken, goede bal is dat. Okazaki naast. Aangeraakt door Mignolet, moet redding brengen, maar een fantastische paas van Koita. Ja, maar wat gezegd van Mignolet alweer, knap. Dit is echt goed gezien, goed gelopen. Ja, en dan... Bruno verlegt. Masioka. De versnelling. Het is geen slechte voorzet. Ja, Mignolet lost hem. Het staat gelijk. Gianni Bruno. Ja, het stadion ontploft hier. Foutje van Mignolet. Mignolet. Die bal glijdt uit zijn hand. En Gianni Bruno met zijn 10e van het seizoen. 14 minuten voor tijd. En een goede voorzet. Hè. Altijd sweepend. Maar hij zal het voorzet. Dat wel. En die bal die stuit dan of die komt dan net neer voor Mignolet. Goede bal in de rug van de verdediging. Dat wel. Ja, hij lost hem. Maar hij zit er net onder. Onder het lichaam. Hij glijdt door. Het zijn rare voorzetten natuurlijk. Zeer verraderlijk. Ja, maar die bal komt net op het moment dat je wil ingrijpen. Ja, en doordat het kunstveld is, bovendien licht gehinderd door zijn eigen ploegmaat. Ja, Odoi liep in de weg ook voor een stuk. En dat... Bruno, dat is hem. Hè. Daar gaat de bal naar de rechterflank. Ze zijn met z'n tweeën. Oppassen voor buitenspel. Voorzetje komt er niet doorheen. Boya. Buitenspel. Er staat nog een man, maar dat is buitenspel. Ja. Okazaki. Nee, het gaat niet door. Maar Bruno, die heeft Bruno echt niet veel nodig, Frank. 16. Ja, dat is wel een zeer ruim buitenspel. Ja, de vraag is of er iemand van Bruno of Djukla. Hij stond er natuurlijk al. Het zou kunnen, maar dan handspel. Maar wie heeft dat gezien? Odoi. In het pak. Nee, het is gedaan, zegt Laforge. 1-1. Weer geen zegen voor Scott Parker bij Club Brugge.